Hey mensen van Steengoed, welkom bij een nieuwe aflevering van Cash Survival met vuurtje. Oh nee, Bram. Hi Bram. Hey. Wat een mooi vuurtje. Ja, lekker warm. En dan zou je heel misschien kunnen denken van, jongens, waar hebben jullie die netherbricks vandaan? Of die nether dingen? Die zijn helemaal niet naar nether geweest. Internet. Internet. Ja, internet. Nee, maar dat soort dingen, weet je wat, YOLO, polo, we willen dit gewoon even af hebben. Dit moet gewoon even af, dus vandaar. Deze aflevering ga doen, is iets heel tofs. Wat Bram deze aflevering gaat doen, gaat hij nu vertellen. Eerst. Vertel. Even kijken, ik ga even een beetje in het huis doen. Deze zombie eerst even afslachten. Flikker op met je fucking, dit is ons huis. Wij hebben hier hypotheek betaald en zo. Dus, Ik ga even een beetje, denk ik, even een beetje binnenhuis. Een beetje binnenhuis architecteren en zo. Ja. En dan ga ik zorgen voor het belangrijkste eigenlijk een beetje. En dat is de kerstboom. Nee. En daarom heb ik deze schaar. Oh nee. Oh, ga je binnen een kerstboom maken? Oh nee. Niet bij de kachel, want dan vliegt hij in de fik. Ja. Dat is geen goed plan volgens mij. Misschien hier. Waarom is het nou elke keer freaking donker als ik naar buiten wil? Ik moet naar buiten, dan is het donker. Ik moet niet naar buiten, dan is het licht. Ja, dat weet ik niet. Ik kan wel even een bed maken. Maak eens even een bed. Dan kunnen we slapen, zeg maar. En dan kunnen we gewoon zeggen van, hé, ik wil nu dat het dag is. Of ik bedoel, nu dat het dag is. Ja. Gewoon een stukje veiligheid. In een bed. Oké, nou, slaap lekker. Rusten. Wilt rusten? Hey Mart. Hey Mart. Oh. Nee. Oké. Nee, dat ook niet. Boom! Niet te dichtbij. Nog één klap. Hey, shit. Vier klappen. Hans Flans. Oké. Nice, oké. Van welk hout wil jij de kerstboom? Gewoon van deze? Ja, gewoon van deze. Ik ga eens even een mooie uitzoeken. Hutsch! Botch! Oh, niet! Botch, Trabant! Is dit... Dit is een ingegroeide. Dit is een mooi. Fuck it, ik neem hem gewoon mee. Zo! Ik wil gewoon een kerstboom in mijn huis. Die gewoon een beetje fancy is ook nog. Oh! Nee. En die gewoon een beetje kerst uitstraalt, weet je. Gewoon een beetje chocolademelk drinken onder de kerstboom. Gewoon een beetje gezelligheid. Gewoon een beetje gekkigheid. Kerstboom. En dan wat bladeren. Oh shit, ik flikker gewoon van de cliff af, man. Gevaarlijk hangen. Ja, wat is deze? Nou, ik flikker van de boom af. Man, ik ben gevaarlijk bezig. Ja, ik breek zo nog een been. En wat is het dan? Dan is het filmpje heel snel afgelopen. Maar goed, ik heb een kerstboom. Tenminste, het is een soort van IKEA kerstboom. Ik moet hem eerst nog in elkaar zetten thuis. Oké. Dan moet ik eerst even tafeltjes en zo maken. Waar wil je hem hebben? In het midden? Of hier zo? Of in de hoek? In de hoek is het mooist, denk ik, of niet? In de hoek zeker, hè? Of niet? Of niet daar? Moet in de hoek daar, of niet? Ja, zeg gewoon. Waar moet die daar? Hier. Waar? Hier, oké. Zo. Hoe hoog ongeveer, zo? Zeg maar. Oh! Dat is heel hoog. Ja, een mooie toffe kerstboom. Is niks mis mee. Is niks mis mee. Oké, wat jij het zegt. Wat dan? Een beetje hoog. Nee joh. Valt mee. Is perfect. Is gewoon een toffe kerstboom. Geen discriminatie tegen deze kerstboom, want die wat langer is dan de andere. Geen discriminatie. Vind je niet kunnen hoor. Ik wel. Ik heb geen idee of ik hem nu goed maak. Oh. Hele toffe kerstboom. Dus! Ja, zo maak je dus een kerstboom. Ik heb wel cadeautjes om te zetten. En dit is onze kerstboom.
Wat lelijk. Ach, wat een mislukkeling. Wat een foutje van de natuur. Staan, klaar. Cadeautje, nog cadeautje. Een cadeautje, cadeautjes eronder. Zo. Nou, is mijn huis wel klaar. Nee. Is het klaar? Nu al? Nee, een beetje versieren. Een beetje... Zelf in het stoeltje zo. Nou, nog een beetje versieren eigenlijk, of niet? Een beetje vrolijkheid nog. Een beetje... Teken even ergens een zonnetje of zo. Een beetje vrolijkheid. Nou, hoe dan? Ik zou het niet weten. Ik kan het tekenen in Minecraft, dus... Nou... Kan ik niet even... Deze nog... Nee, dat kan ik niet mooier maken. Maar de kerstboom staat. Alleen, we missen nog wat. We missen een beetje versiering. Bram. Let op, ik heb een idee. Nou. Kijk, zie je dit stukje vlees? Bram, kom maar zie je. Bram, kom maar zie. Stop. Ik ben even die kist aan het vullen, wacht even. Kom op. Dat maakt niet uit, stop ermee. Kom hier. Ik heb een idee, let op. Stop. Stop. Kijk, let op. Dit stukje vlees. Moet je zien. Simsalabim, ik wou dat deze kerstboom een echte kerstboom was. En dat rijmde totaal niet, maar dan moet je me alleen de flikker. In 3, 2, 1, zo. Dat werkte goed. Ja, zou dat ook voor het hele huis werken? Zou het ook? Oké. Simsalabim, ik wou dat dit een kersthuis was. In 3, 2, 1. Eén. Zo, dat is een heel tof huis in één keer zo, man. Zo van poef, hé. Hey, hey. Zo van poef, ik wist niet dat die steeg zo dat kon doen in één keer. Nee. Man, alles is geregeld. De kerstboom is er, dit is er, de versiering, dit, buiten. Het is in één keer allemaal klaar. Nee, en er staat zelfs kerst boven het meer. Nou, mooi. Waar is trouwens mijn duikplank? Je duikplank. Tja. Nou, ik zou zeggen, doe je ogen dicht en tel tot 3. 1, 2, 3. Kijk eens achter je. Duikplank. Tadaa! Oh. Nou, succes, jongen. Spring er vanaf, zou ik zeggen. Ja. Oh. Nou, dat was toch wel een bommetje. Dat was wel een 10 waard, hoor. Dat is echt wel een dikke 10 waard. Ja. Ja. Mensen, dit was de allerlaatste aflevering van Kerst Survival. Ja. Oh, is het afgelopen. Ja, sorry. Oh. Ik vond het echt super gezellig. Echt super leuk om te doen. Ja. Wij hopen jullie in het volgende jaar weer te zien. Tenminste, met een nieuwe survival, weet ik veel wat. Bram? Ik ga de... Oh, je gaat nog een keer. En je bent niet dood. Mooi. Maar, ik ga nu de heilige steek opeten. Zo, even opeten zo. Hatsenflats. De heilige steek is weg. We hebben dus gewoon dit huis... Ja, we hebben het gebouwd. We hebben het huis zelf gebouwd.
Alleen, er moest een beetje kerstmagie aan toekomen, zeg maar, om het in kerstfeer te brengen. En dat mag met de kerst. En dat mag met de kerst. Want ja. Nogmaals, iedereen prettige feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. Ik heb het al gezegd. Nog even een momentje voor Bram, want die kon er niet bij zijn. In de sketch. Gaan jullie allemaal wel zien. Hele fijne kerstdagen. Met koffie. Met koffie. En gelukkig 2014. Hatsenflas. Dat vond ik hele toffe, Bram. Echt. Super tof. Mensen, bedankt voor het kijken. Doe eventjes een duimpje omhoog. En ram Bram in elkaar als je het leuk vond. Doe even abonneren op Steengoed. En dan zeg ik dikke doei. En tot de volgende keer. Volgende keer. Doei. Au, au. Ja. Au, nee. Hey! Vind ik een toepasselijk einde. Doei.